Goedenavond allemaal. Ik wil u nu eens mijn kaartjes laten zien die ik gemaakt heb. Dus deze vos is gemaakt met deze techniek. Dat is nu een uil. Want ik vond nu direct de vos niet. En dat staat dan in stappen vermeld hoe je dat moet doen. Ziet u? En ja, dat zijn twee uiltjes dat ze in dit geval gemaakt hebben. En daar zit dus inkt bij. En de inkt is van iets betere kwaliteit als anders. Want ik heb nogal inktje van de Action gehad. En die was niet zo goed. Maar kijk, dat is met die inkt gedaan die erbij was. En dat is dus heel goed gelukt. En nu heb ik eens een driehoekkaartje gemaakt. Ziet u? Bijpassende stickertjes en bijpassende stempels. Wat ook raar is, want ja, soms kun je dat niet mixen en moet je dat dan, ja. Dus, en dan hebben we de binnenzijde nog. Ook heel mooi. En dan deze blijft blanco. Dan hebben we deze kaartje. En dat is gemaakt met ologeen papier. Daarvan schittert het zo. Ik weet niet hoe ik het beste hou voor de camera. En dat is gewoon ja, een kaartje dat je kunt gebruiken in een van je planners of in je bullet book. Of in je calligrafieboekje. Zou je dat eventueel ook kunnen zetten. Dus dat is dan nog een mooie kaart. Ook weer met ologeen papier. Dat is dus in 3D. Een ster met sneeuw op. Ja. En dan was ze ook nog geëmbrost langs de voorkant. Want dat is de goede kant. En daar ben ik dan over geweest met een inktpadje. En verder, ja, hier heb ik verder niks op gedaan. Maar u hoeft dat ook altijd niet allemaal. Die drie luiken, die worden gewoonlijk allemaal gedaan. Maar de gewone kaartjes is gewoonlijk enkel. Ziet u? Ook met ologeen papier. En u moet het dan opbollen. Dat heb ik u al eens getoond. Met een embossingpen die hier zit. En je pakt dan de dikke kant. En je doet dat langs de goede kant. En dan bolt u dat op. En dan krijgt u ja, de beste resultaten. Dit is een kaartje dat zo komt voor te krassen. Zo gelijk je van die grote hebt, maar dat zijn dan kleintjes. En dat waren allemaal vogeltjes. Ik heb er nog verschillende. En dat is een oogje. Ik heb dat ook in het zwart, alleen in de kleur. Maar dat is me dan een beetje later ingevallen, maar ja. Eventueel vind ik het toch een mooi resultaat. En dat is dan onze clown die ik u al laten zien heb in een YouTube.
hoe je dat moet te werk met gaan. En dit is dan ook weer zeer passend. Dus de cakejes, de koffie en het crème glace karretje. En enjoy this amazing day. He, dus geniet van de wonderlijke dag. Dat is dan misschien ook al iets dat ik heb laten zien op YouTube. In een vorig filmpje. Maar u bekijkt misschien ook niet alle filmpjes. En dat is dan de laatste die ik voorlopig gemaakt heb. Ik heb er natuurlijk dozen vol al, maar dat kan ik u natuurlijk allemaal niet voorstellen. En dat is dan het kasteeltje met de feeën. En dan onder dan met de paddenstoeltjes. Het kleine veetje. Dus dat is wat betreft de kaartjes. En dat is dan een nieuwe inkoop. En dat is dus allemaal veliumpapier. En velium, dat is een ander woord voor perkamentpapier. En dan kunt u dus die bloemen daarmee uitschansen. Dat is nu eentje dat dubbel is, maar dat kan geen kwaad, want ik maak toch heel veel kaarten. En u kunt dat eventueel ook dus in uw boekje van de handlettering plaatsen. Dat is nog een fantastische mooie. En ik zal u direct laten zien hoe ik dat uitschans. Ziet u? Ja, die zijn tamelijk dik, die boekjes. En ik geloof dat het van, ik wou zeggen van elke bladzijde twee. Maar het is dus praktisch bijna allemaal andere. Dus, en die kosten nu weer, hoeveel kost die? €1,54. Kijk eens. En dan hebben we hier de letters. Dus en die kun je dan uitknippen. En dan met 3D-tape. Kijk eens. Het is toch prachtig, want dat is alleen al een kaart op zich. Als u daar nog wat stickertjes bij plakt en u plakt dat op uw kaart, dan hebt u al een kaartje. Omdat het zo mooi geïllustreerd is. Ja, en dat vind je dus allemaal bij de Action. Want ik koop tegenwoordig alleen nog maar bij de Action. Omdat ze zo diverse materialen hebben. En werkelijk heel mooi. Met dat zilver erin. En hier zie je eens. Dat is toch prachtig, hè, om kaarten mee te maken. En dat is dan ook nog een andere met allemaal letters. Alleen met spreukjes eigenlijk. Ja, ik druk me misschien verkeerd uit. Dat je bijvoorbeeld naar iemand stuurt om te zeggen hello en memories enzovoort. Het is allemaal in het Engels en het is ook een beetje om je Engels dus wat op te krikken. Hè? Alhoewel het in calligrafie is, is het soms moeilijk om het te lezen. Hè? En dan heb ik dat zo gedaan, ja, ze vallen er al uit. Die vlinder die is nu een klein beetje mislukt, maar die ga ik dan beneden plakken. En dan ziet u dat, dus als deze erover komt, ziet u dat niet. Maar is dat niet prachtig om daar een kaart mee te maken?
En dan de rondjes. En het haartje. En ik ga er nog wat meer uitknippen, dat het dus echt een 3D-kaart wordt. En dat zijn de stofjes. Maar ik heb daar een speciale plaat moeten voor bestellen. Dat zijn dus zelfklevende stofjes, ook van de Action. Maar mijn Big Shot, die neven mij staat, die wil dat momenteel met deze platen niet aannemen. Dus heb ik twee nieuwe platen besteld. En dan zou wij dus het wel aannemen. Want het is ook dus omdat dat met dat papier, dat je dat er moet aftrekken, dat dat een beetje moeilijk is, dat hij dat niet direct wilt aanvaarden. En dan hebben we hier nog een hele mooie kist voor calligrafie. Ik ben nu met één potlood bezig. En het zijn er dus, dat is een naturel. Dat is ook een naturel. En deze twee zijn light. En die dikke, dat is houtskool. En dat is ook allemaal een beetje krijtjes. Dan een schuurpapiertje om je potloden zo eens bij te slijpen. Een doezelaar. Nog een ander potlood. Nog twee potloden. En een gom. En een kneedgom. En een kneedgom, ja. En dat is dus een kneedgom, inderdaad. En een gewone gom. En dat is dus allemaal. En hier zitten ook allemaal nog krijtjes in. Houtskoolkrijtjes. Ik ga het er eens even uithalen. Dan ziet u. En dan kunt u dat bijvoorbeeld gebruiken voor de achtergrond in uw calligrafie boekjes. En daar dan over schrijven, bijvoorbeeld met deze. Allee, ja, u moet zo een beetje zelf wat fantasie hebben. En dan hebben we ook nog recent gekocht deze mooie paintverf. En ze glanst dus werkelijk. En dat zijn al de kleurtjes. Ik zal ze er even uitkappen. Ik heb er een speciaal zakje voor gekocht. Ziet u, dat zijn allemaal dus verschillende kleuren. Want u zult nu zeggen, ja, maar het is toch een andere kleur. Als u ermee werkt. En hier ook, ziet u. En dat kunt u dan dus zo op deze doeken, waar ik al mee begonnen ben. Waar u natuurlijk heel lang zult aan werken. Ja, maar ik heb het nog maar één dag. En ik heb dan al nog met andere dingen bezig geweest ook. Dus ja, dat is ook heel mooi om te doen. En ja, dat was zo een beetje wat ik u wou voorstellen. Nou, u ziet hoeveel kleurtjes dat er zijn. Dit is ook zwart en wit. Van dat heel licht roos. Als u bijvoorbeeld gezichten, want ik heb nog andere doeken. Maar ja, dat kan ik nu allemaal niet op mijn tafel brengen. Want dan wordt het een beetje, maar dat zal ik u dan in een later filmpje nog eens voorstellen, die doeken, want die zijn ook heel, heel mooi. Dus ja, ik heb er dan een speciaal zakje voor gekocht.
En je doet dat dus met een fijn penseel. Mijn penselen die liggen nu eventjes aan de andere kant. Maar ik zie er hier al eentje zitten dat nog niet gebruikt is. Met die penseeltjes doe ik dat dus. En je hebt er iets breder en je hebt er iets smaller voor dan de kleine. Bijvoorbeeld, ik heb dan, ja, nee, ja, ziet u, voor die kleine pakt u dan een fijner. En het is zo gemaakt dat u dat dus altijd kunt laten verspringen. En dat klopt. Ja, want soms klopt dat niet en dan is dat spijtig dat je dat op die manier hebt willen doen. Maar deze doek, die is daar, ja, het is toch werkelijk prachtig wat dat af zal zijn. Maar dat doe ik zo tussendoor, want om nu te zeggen voor dat een hele dag te doen, dat is dan een klein beetje eentonig. Dus ik werk daar dus alle dagen een beetje aan, zal ik zeggen. En ja, beste kijkers, dat was er. En van deze heb ik er een hele reeks. Ziet u al die hierop staan? De vos die ik gemaakt heb en nog veel meer. Alleen de flamingo's zou ik graag hebben, maar die zijn waarschijnlijk alleen voor de moment in Holland te koop. Dus daar hebben we al dikwijls zo wat rondgezien in alle actions, maar die kunnen we voorlopig niet vinden. Dus ja, beste kijkers, dat was het zo ongeveer een beetje wat ik u wou laten zien. He? Met die prachtige papieren. Dus ik hoop dat u dat een beetje van genoten hebt. Tot ziens dan en duim op. Dag.